Zie je, dat zie je hier in Duitsland toch veel meer. Op schuren van boeren. Dit is zo'n boerderij. Helemaal vol met zonnepanelen. Dat zie je in Nederland niet zoveel. En dit is niet een gewone boerderij natuurlijk. Dit is een paardenfokkerij. Dit verhaal over de boer. Een gedicht. En ik neem je even mee, want ik heb gekozen voor de rit buitenaf. Richting Groesbeek, dus via Duitsland. En de rit is gewoon geweldig. Het lijkt of je in, ik weet niet, het buitenland zit. Vakantie. Het is echt een fantastisch gebied hier. En ik ga je even meenemen deze rit. Even met je hebben over de afgelopen dagen van mij. Vandaag was een toffe dag, het was mooi weer. Ik heb een wedstrijd gevlacht in Groesbeek. Ja, ik heb je de terugweg laten zien. Mooi de rit was van Groesbeek weer terug naar huis. In Duitsland, Nijmegen omgeving, fantastisch. Iets anders wat me opvalt in die omgeving is dat de Duitsers altijd veel actiever zijn met het installeren van de zonnepanelen. Dat heb ik ook even laten zien. Maar waar ik het echt even wil hebben, is iets anders. Het begon donderdag al te sluimeren. En vrijdag was het overduidelijk. En na een telefoontje van een klant die de stress opdreef bij mij, was het compleet duidelijk. De hoofdpijn hier nam toe en werd vrijdag erger. Vrijdag was ik fluiten. Behoorlijk veel last van hoofdpijn. Zaterdag heel last van hoofdpijn gehad. En vandaag nog steeds. Mijn conclusie, het heeft te maken met stress. Ik zeg het niet graag. Ik vind het niet fijn om te zeggen. Maar als we praten over de weg delen van mij als ondernemer. Ja, blijkbaar is dit onderdeel van mijn weg. Ik merk dat het goed gaat. Ik heb veel aanvragen. Ik moet veel offertes maken die ik niet snel genoeg afkrijgen, waar ik niet precies weet wat ik nog moet doen, hoe ik het moet aanbieden, waar ik nog onderzoekend ben, waar de klanten wel meer druk om uitoefenen om dat te realiseren, want sommige offertes liggen al langer, ligt bij mij, mijn schuld. Schuld is geen schuld, het is waar ik mee bezig ben. En de druk neemt steeds verder toe. Ik voel steeds meer die druk. En ja, het is een proces. Het hoort erbij. Ik wil groeien, ik wil nog veel dingen doen, ik heb nog veel dingen te doen. En blijkbaar hoort daar nu even de stress bij voor mij. Nieuw plan maken voor deze week. Ik heb het plan nog niet klaar voor de aankomende week. Het is nu zondag. Het plan is echt nog niet af voor de week. Een nieuw plan voor de maand. Dat heb ik wel bijna klaar. Dus ik weet wat ik de komende maand ga doen. Dat zal ik binnenkort met je delen. Ik heb een boek gelezen waar ik ideeën heb uitgehaald. Ik heb een verkooppagina gemaakt voor het strategisch consult. Waar ik blij mee ben. Ik weet wat ik moet doen. Ik weet alleen nog niet precies hoe soms. Waardoor ik uitstelgedrag krijg. Waardoor dingen niet lopen zoals ik wil.
en het uiteindelijk dus niet verder komt en de druk nog meer op de toeneemt. Ik weet eigenlijk de hele afgelopen 2 weken al van een aantal mensen profess moet maken. En ik krijg ze niet af. Ik krijg ze niet op papier. Ik krijg het niet gedaan. Niet omdat ik niet met die mensen werk, maar gewoon omdat ik niet precies weet hoe ik het nog moet doen. Ik ben nog zo onderzoekende. Van de week een aantal afspraken staan. Niet veel, want het is natuurlijk een week van hemelvaart. Er zijn veel mensen op vakantie. Dat geeft mij gelukkig de ruimte om een aantal dingen te doen. Maar maandag begint gelijk met een gesprek. Het vervolg van af op vrijdag. Ondertussen is er wat gesprek geweest op app. Die het weer de gemoedelijkheid hebben gekalmeerd voor mij. Maar de stress is nog niet weg. Want de offerte is nog niet klaar. Ik moet nog 5 offertes maken. Het is zondagavond, dus 9 uur. En ik wil morgen vroeg beginnen. Dus het enige wat ik nu het beste kan doen, en dat ga ik nu doen, is mijn bed induiken. Dus ik ga mijn bed in om ervoor te zorgen dat ik maandag fris kan beginnen. Ik zie je morgen weer. Hier, dit bedoel ik. Ik ben nog in Duitsland. Opnieuw een hele hal. Bijna helemaal vol. Dat stukje niet. Helemaal vol met zonnepanelen. Ongelooflijk.